Ik ben dit jaar meer op mijn voeding gaan letten, gewoon in het algemeen. Ik merk gewoon dat het gewoon je brandstof is. Dan is het alsof je benzine in een dieselauto gooit. Als je het wel het goede erin stopt, dan schaats je gewoon een stuk beter en beweeg je een stuk beter. Sinds we met 4Gold zijn gaan samenwerken en aan de hand van een DNA-test hebben we meer inzicht gekregen in wat de rol is van voeding op je genetica en ook vice versa. Met de DNA-test die nemen we af op basis van speeksel, houden we in je mond en dan wordt het opgestuurd. En dan krijgen we daarvan resultaten, krijgen we een rapport. En er wordt op 100 verschillende genen wordt er gekeken hoe jij daarop reageert. Dus hoe is bijvoorbeeld jouw reactie op cafeïne, hoe is jouw reactie op bepaalde stoffen en wat gebeurt daarbij in je genen. En hoe kan jij met voeding, hoe kunnen we dat wijzigen zodat je prestaties verbeteren. En dat kan je dus heel mooi met zo'n DNA-test, krijg je heel goed inzicht in wat voor jou wel werkt en wat voor een ander niet.